Lievertje, ik hoop dat mijn vorige brief goed is aangekomen. Het is niet alsof we hier nu achter de geranium zitten, hoor. Nee, er is genoeg te doen. Wat doet die stoel hier? Ik mag toch wel eens een keer een paar stoelen verplaatsen in dit huis? Ga nou eens gewoon genieten. Lievertje, je moet niet schrikken van wat ik nu ga zeggen. Maar je broer is homoseksueel. Dat is natuurlijk helemaal geen punt. Voor ons niet. Voor Frank is het natuurlijk verschrikkelijk. Hoe kun je dit nou denken? Heb je dat tegen haar verteld? Ben je goed in haar, mam? Je drammerigheid, iedereen van je weg te jagen.